Oh my god, he has a sombrero! Oh, sombrero zombies, no! What? Triple sombrero! Yo, kijkers van Dodo Games, welkom bij een compleet nieuwe serie op Dodo Games NL. Namelijk Epic Modcraft. Jullie kennen het misschien wel van DDG, het is een hele vette server waar je superveel mods hebt. Echt, bedenk het maar, ik heb een gun in mijn handen nu. Ik kan, als het goed is... Als ik naar mezelf kijk, even kijken, in andere dingen veranderen. Ja. Yeah. En nog echt veel meer. En ik weet er helemaal niets van. En dat is een beetje het punt. Ik speel mee in de serie. En ik vond het zo leuk dat ik eigenlijk wel heel graag ook mijn eigen serie wil doen. Dus vandaar dat ik lekker ook mijn eigen avontuur in de Epic Mod serie ga beginnen. En ja, als jullie het leuk vinden, join me. Join me in the adventure of my own series, of the new server. Ik heb geen idee wat er allemaal kan. Ik hoorde we kunnen naar de ruimte, kunnen dus naar de maan, we kunnen magie gebruiken, we kunnen guns maken. Noem het maar op, ik weet het allemaal niet, maar ik ga er wel achter komen. En jullie hopelijk ook. Ik ga proberen met wat mensen op te nemen, denk aan Joris, David, misschien wat andere, Kevin, die ook op de server zitten. En volgens mij gaat het gewoon echt super leuk worden. Ik heb wat basisdingen gekregen, omdat ik meedeed met de opnames bij David. Wat de heck is dit nou weer? Is er een of ander... Nou, ik heb geen idee wat het is. Er is in ieder geval dus heel veel te ontdekken. Allemaal nieuw materiaal. Volgens mij als ik hierop klik, ja, je ziet hier molten kobalt, menilium. Ik weet mijn god nog niet wat het is. Dus als jij dat ook niet weet, dan zitten wij... op één lijn. Maar ik weet wel dat ik het heel tof ga vinden om te leren. Mijn taak van David, om mee te beginnen. En dat lijkt me ook wel slim om mee te beginnen. Wow, moet je kijken. Er komen allemaal spullen vanaf. Magic leaves. Nou, oké. Ik heb het nu alweer kapot gemaakt. Is om wat eten te verzamelen. Want dat is iets waar we toen in de aflevering last van hadden. En volgens mij hebben ze dat nog steeds niet. Dat is eten. En ik had wel wat verzameld, wat weed. Maar er moet natuurlijk wel wat meer. En ik heb daarnaast ook een huisje nodig. Dus. Waar gaan we eerst mee beginnen? Ik denk dat een huisje belangrijker is dan eten. Want ik heb al 8 bread. Die heb ik gevonden. Dit is het huis van David. Misschien heeft David wel wat hout voor mij. Niet echt, hè? Even kijken. Nee. Oké, ik ga dat maar gewoon lekker zelf halen. Ik bedoel, uiteindelijk is het een survival. Dus wij gaan gewoon lekker spelen en ik heb er zin in. Ik heb er super veel zin in. Ik ben al een keer door de drijfzand gezakt, dus daar trap ik deze keer niet meer in. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe ik eruit zou moeten komen. Maar dat zien we allemaal wel. Wat voor ding wil ik? Ik wil eigenlijk wel oak. Volgens mij is dit oak. Oak wood. Dit is oak wood. dat is oak wood. Alright. En ik ben ook wel heel benieuwd. Wat willen jullie dat ik ga doen? Hebben jullie zoiets van Wouter, ga de ruimte in? Of hebben jullie zoiets van ga eens kijken hoe die magie werkt? En hoe je ja, de rest eigenlijk van dat soort dingen kan doen? Of heb je zoiets van Wouter, ga gewoon lekker in een hoekje zitten en huilen. En dan heb jij jouw taak ook gedaan voor Epic Modcraft. Oh, hier. Oh, iemand heeft hier al een soort tempeltje of zo gemaakt. Looks good. Looks good. Wat is dit? Een candy flower. Daar heb ik vast wel iets aan. Want ja, wat voor eten zou je kunnen maken? Ik heb dus nu broden gemaakt van wheat. Maar dat is natuurlijk het minste wat je kunt doen. Ik bedoel, als je al naar de bomen kijkt. Ik weet niet wat er precies in zit. Kiwi. Kiwis. Kan je die al gewoon eten? Oh, je kan ze niet... Oh. Je kan ze blijkbaar dus niet zomaar kapot slaan. Of misschien dropt die om de zoveel keer. Nee, ik denk dat je toch met iets moet harvesten. Oh nee, wel, kiwi. En kan ik dat nu gewoon eten? Nou, ik heb nog geen honger, dus daar komen we straks achter. Oh, ik zat bijna in de quicksand. Die moet ik echt rond mijn huis gaan weghalen. Zo. Het is echt survival dit, jongens. Ik wil wel graag voor het donker mijn huis hebben. Dus het maakt niet uit als het een beetje lelijk is. Ik bedoel, mijn huizen... Als je mijn series kijkt, dan weet je hoe mijn huizen zijn. Laten we nog even snel wat hout gaan... Of wat steen gaan hakken.
Trouwens alvast, ik weet, het is heel onbeleefd om te vragen. Maar ik zou het heel erg waarderen als jullie alvast een duimpje omhoog kunnen doen. Maar dit is Ashton. Nou, dat maakt niet uit, dat is prima. Ik zou het heel tof vinden, het helpt mij heel erg. En ik zou, ik zou het heel erg waarderen. Dat is eigenlijk alles. En als je het niet wil en je wilt eerst kijken of het een leuke aflevering is, dan begrijp ik het ook. Dat is ook prima. Maar voor de mensen die het al gedaan hebben, of aan het begin al, ontzettend bedankt. Heel erg gewaardeerd. En wij gaan verder. Ashton. Ja, laten we het gewoon van Ashton maken. De zon staat hoog, dus we hebben op zich nog wel even. Wat is een mooie plek voor een huis? Ik denk hier op zich wel, want dan kan ik altijd uitbreiden. Ik ga in ieder geval dat quicksand even weghalen. Want daar moet ik echt niets van hebben. Stom quicksand. En dan leg ik wat dirt terug. Oh, ik heb geen dirt. Of course not. Nou, dat zorgen voor later. Zorgen voor later. Wij maken. We hebben geleerd dat we altijd de pilaren van hout moeten maken. Zo, dan hebben we een oneven getal ertussen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan maken we weer een pilaar. Is dat groot genoeg? Ja, vind ik wel. We kunnen altijd uitbreiden. Dan doen we 1, 2, 3, 4, 5. En dan doen we daar nog één. Looks good to me. Looks good to me. En hier dan. 3 hoog. Wow, skills. Boom, boom. En boom. Alright. Time to put some ash. Bring it. Zo. Is dit wel mooi? Ja, op zich wel. Het ziet er prima uit. En weet je, jongens, we kunnen altijd nog aanpassen. Toch? Toch? Ja. Oh, shit. Vind ik wel. Zo, een beetje schoonmaken. Ik bedoel, het is wel je huis. Tjak, 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 tjak. Tjak, tjak, tjak. En dan hier nog. En hier. Oh, we moeten iets meer gaan halen. Maar wat is nou het handige aan deze modpack? Is dat ik even zo doe. En ik ga naar beneden. En ik word een freaking Flammers! Yes! Hoe cool is dat? Alles wat je dus doodmaakt, zorg ervoor dat je in datgene kan veranderen. Dat is dus echt super cool. Als je een koe doodmaakt, kan je in een koe veranderen. En volgens mij, als je een Ender Dragon verslaat, kan je in een Ender Dragon veranderen. So that's pretty cool. I like that. Zo. So. Maar dit is dus een tijdelijk huisje. Want we moeten eerst, vind ik, even wat gear en een beetje van de modpack begrijpen. En daarna gaan we echt een huisje maken. Kijken of we de kiwi kunnen eten. Ja, dat kan. Oké, dat is dus echt een super handig iets om te leren. Kan je hem ook planten? Nee, ja. Nee, oké. Dus kiwis zijn handig om te eten. Zo. En er staat precies een boom voor, maar dat maakt niet uit. En dan komt daar de deur. Zo. Zo. Oh shit, een dak. Ah, ik wist dat ik iets vergat. Even dirty onderleggen. Dirty. Dirty. Let's get dirty, yo. Zo. That's the dirt. En dan vullen we dat op. Nou, die laatste maakt het niet uit. Een dak. Een dak. Zullen we gewoon even een snel dak maken, jongens? Dan, nou ja, maakt een dak eigenlijk veel uit? Wat vinden jullie? Ik vind het wel meevallen. Ik heb mijn hele andere survival serie ook zonder dak gedaan. Maar volgens mij kunnen wel van die beesten komen. Hoe heet ze nou? Spiders. Spiders kunnen er overheen klimmen. Dat is niet heel ideaal. En dan zorgen we even dat iedereen op deze server genoeg eten heeft. Daar zijn de voedermanschappen. Alright. Pakken we deze nog even. Wat zit hier dan eigenlijk? Oh, dit is ook kiwi. Kiwi, 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 kiwi. Ik denk dat als ik de boom hak, dat ik anders nog de kiwi zo krijg. Bam, 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 bam. Het wordt een productieve dag. Het is al een productieve dag. Beter dan al mijn andere series. Hier doe ik zwaar iets nuttigs. En ik denk dat ik dan van die half slaps aan de boven kan doen. Oh, it's raining kiwis! It's raining kiwis! Halle. Oh, het is alweer weg. Maar ik vind die pijlen niet zo mooi. Ik weet niet waarom dat is.
Die rode dingen. Het is een raar iets. Raar. Een rare iets is dat. Zo, dan pakken we deze nog even. Yes, yes, yes. It's going fantastic. Alright. Got it. De kiwis laten regenen. Oh, dat gaat snel. I like it. Uh-oh, het wordt al donker, jongens. Oh, I don't like that. Volgens mij wil je hier echt niet in het donker leven. Als in echt niet. Niet. Totaal niet. Nog een jungle ding. En een stukje. Oh nee, laten we geen quicksand in ons huis plaatsen. Ik heb beter ideeën gehad. Zo. En we doen het hier deze omhoog. En hier naar de zijkanten. Zo. We doen deze hier zo. Ik moet hem hier nog even omhoog doen. Oh my god, it's looking fantastic, yo. Misschien als ik een beetje laat uitsteken. Oh, dan krijg je van dat authentieke gevoel. Really? Ik ben nu alweer door mijn hout heen? Oh my god, ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Zullen we gewoon even een skeleton snipen? Yes! Boom! Hij gaat niet snel dood. Oh, wow! Ik kan een skeleton worden. Hey, hey, mijn zwaard. Waar is mijn zwaard? Waar is mijn zwaard? Waar is mijn zwaard? Kom hier, zombie. Oké. Okay. Torches. Geen overbodige luxe, bedenkt me net. En ja, we hebben toch echt iets meer dingen nodig. Iets meer wood. Zeker als we in logs gaan bouwen. Heb je daar wel iets meer van nodig. Niemand valt me aan? Oké. Oké. Dus blijf rustig. Blijf rustig. Zo. We hebben alweer 4. Grote bomen zijn handig. Ah, kijk. Dat zijn de bomen waar we het over hebben. Villager. Get wrecked, son. Get wrecked. Zo. Dan gaan we deze gewoon pakken. Misschien dat ik beter een axe kunnen maken. Maar ik heb al genoeg axes. Dat is niet helemaal waar, maken. Come on! 10. 11. Steeds 11. Zo. Ik vind het wel luxe dat die bomen zo snel weggaan. Dat is ideaal. Dat moet ze ook in normale Minecraft doen. Het duurt veel te lang. Ain't nobody got time for that. Zo. Dan schilt de boom nu weg. Yeah. Oh, niet? Oké. Okay. Dan niet. Whatever tree. Whatever. Oh. Stop shooting at me. Wat? Oh, ik ben nu een zombie. Oh, je verandert er meteen in. Oh, dat is niet handig. Ik wil... Ik wil gewoon mezelf zijn. Gewoon even mezelf! Ah! Ambushes! Het is wel lastiger overleven hier. Uh-oh. Laten we gewoon een ding erin zetten. Zo. En dan zetten we... Boom, 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 boom. Boom. Maken we even een crafting table. Oh, en ik gooi de rest van mijn spullen weg. Uiteraard. Zo. Dan doen we die. Waarom gaan ze dood? Oh my god, he has a sombrero! Oh, sombrero zombies, no! What? Triple sombrero! Oh. Maar waarom? Why? I don't understand. Oh, sombrero zombies, you are silly. Zo. Dan doen we die erop. Nee, wacht even, we willen een hoog dak. Zo. Ah, oh, perfect. Dit is maar. Oh nee! Kerstspin! Oh my god. Wat een hel is dit?
Oh no, sombrero's spinnen. Of sombrero zombies en kerstspinnen. I don't like. Zo. Oh shit. Wouter, leer alsjeblieft een keer bouwen in je series. Zo. En dan halen we dit nog even weg. Zo. En die. Excellent. Nou, dat ziet er goed uit. Kunnen wij van deze ashstone, kunnen we daar een furnace van maken of niet? Nee. Of course not. Het zou ook maar eens praktisch zijn, hè, allemaal. Het zou ook maar eens praktisch zijn. Laat ik in ieder geval een chest maken, als ik nog dingen over heb. Nee, die heb ik natuurlijk niet over. Kan ik daar niet blokken van maken? Of blijven dat? Als ik dit doe, krijg ik het dan terug als één blok of als een slab? Ah, shit. Oké. Dan weet ik niet precies hoe we dat gaan oplossen. Nou, kiwis heb ik al. En dan weet je wat, ik ben geen pussy, ik ga gewoon naar buiten. Kom hier, lekker ding. Ja, helemaal. Knapperd. Alright, ow. Oké, dat was een embers. Dat is niet goed. Nou, dan pakken we gewoon hier wat van. Ik gooi even een zombie ding weg. En deze ook. En pakken we even wat boot. Dan kunnen we in ieder geval een chest maken om onze spullen weg te leggen. Dan kunnen we echt beginnen met onze toekomst op te bouwen. In de server. Yes. Zo. Excellent. Oké. En dan maken wij dit. En dit. En double chests. Die zetten we hiernaast. Zo. Perfect. Perfect. Nou, nu hebben we alleen nog maar wat cobblestone nodig. En dan zijn we al klaar met het spel. Uitgespeeld. Just like that. Like this and like that and like this. Wacht even, ik ga even vliegen. Because I can. Wacht even, ik moet nog transformeren. Oké. Got it. Cobblestone. Kan ik dan ook gewoon vliegend... Oh, hij ziet me wel. Bastard. Kan ik dan gewoon hier vliegend hakken? Yes, you can. Ideaal. Dat houdt wel lekker de snelheid in de serie. Oké, we hebben genoeg voor een furnace. Dan gaan we dat maken. We gaan de furnace maken. Back to the fire. Oh god. Daar gaan we nachtmerries van krijgen, jongens. Zo. Oh, een hat unlocked. Ik heb een hoed unlocked. Hoe kan ik een hoed opdoen? Nou, ik vraag het wel gewoon weer als ik een van de guys spreek. Eerst... Oh. Uh-oh. Nou, blijkbaar ging de server even in onderhoud. En kan ik de volgende keer pas weer verder spelen. Dus ik wil jullie voor nu ontzettend bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Volgens mij hadden we al iets van een kwartiertje, 18 minuten aan awesome video's. Ik vind het een super vette server. Ik hoop jullie ook. En ik denk dat het een hele gave serie gaat worden. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven als je het leuk vindt. En als je wilt dat de serie doorgaat. En vergeet niet te abonneren als je uiteraard de volgende video's wil zien. Ik wil jullie bedanken en ik zie jullie volgende keer. Tot volgende keer, mensen. Ciao.